pindakaas. Dik worden er nooit zo moeilijk gevonden. Hallo allemaal, wat tof dat je weer kijkt. Vandaag gaan Max en ik weer een calorieën challenge doen. Samen, wel te verstaan. En we gaan 7500 calorieën eten. Nu is het zo dat ik eigenlijk in iedere video wel probeer een soort van boodschap mee te geven. Dat je misschien nog iets ervan leert. In dit geval is het, doe het ons niet na. Want het staat nergens op. 7500 calorieën, dat is ongeveer 4 keer wat ik normaal gesproken op een dag eet. En voor Max? Donderdag, meestal. Ik denk dat het 3 keer zoveel is ongeveer. Ja, 2 à 3 keer zoveel, zeker wel. Iedereen kent deze challenge wel van YouTube als de 10.000 calorieën challenge. Nu heb ik eerder al een keer 5.000 calorieën gedaan voor een video. Die zie je nu hier. Ja. Challenge. Maar dat was echt nog een behoorlijke opgave. Dus besloten we om eerst even 7500 te doen voordat we misschien ooit aan de 10.000 beginnen. Heb je er een beetje zin in? Ik ga heel veel eten en ik mag doen wat ik wil. Ik heb ergere challenges meegemaakt. Oké. Fok die sapkuur. Nou, let's go. Sapkuur. Oké, Max en ik gaan het dus allebei op een andere manier doen. Max lekker op zijn manier. Whatever dat betekent. En ik ga het doen met wat mensen denken dat gezonde producten zijn. Maar gezonde producten bestaan natuurlijk helemaal niet. Want je kan niet één product als gezond labelen. Je moet altijd kijken naar het hele voedingspatroon. Blablabla. Maar op die manier wil ik een beetje laten zien dat je dus ook met gezond eten aan kunt komen. Want dat is ook nog steeds iets wat mensen niet helemaal door lijken te hebben af en toe. Nou, ik ben weer niet scherp. Haha, nee, maar misschien een kopje koffie eerst. Oké, mijn ontbijt begint met een zak elite haver, dus noten met rozijntjes. En daarmee haal ik al een goede 1040 calorieën binnen met dit lullige zakje. Kachin! Nou, het is eigenlijk toch best wel veel. Nou Max, prettig ontbijt. Ja. Dat heeft nog nooit iemand gezegd. Hoeveel calorieën denk je dat je hebt nu? Nee, ik heb een kop koffie, dus dat is niks. Ik heb 2 bakkersbollen met een eetlepel sauerkraut per stuk en 3 eieren in totaal en geraspte kaas, denk 30 gram zo ongeveer. Bacon Joyland, kokos. Jimmy Joy heet tegenwoordig. 800, 900, zoiets denk ik. Je hebt het al niet gevoerd, toch? Ja, je hebt nu bij elkaar 1411 calorieën. No way, echt waar? Ja. Is dit 1411 calorieën? Moet je nagaan hoe snel het kan gaan. Ha, eitje dit. Besef even, hè, Max, dat ik nu in 1 maaltijd bijna mijn hele dag aan calorieën heb gegeten. Ik voel me nu al dikker. Ja. Hoeveel calorieën is er in de kar? Ik ben deze panda, want straks gaan we ook nog pizza erbij doen. Wat? Hoeveel calorieën zit er in de kat? What the fuck? Oké, we moeten dingen die licht zijn. Dus we dachten aan chocoladesoesjes. Dat is voor mij denk ik 6 minuten werk. Dus hoeveel calorieën per pakje? Ja, 880. What the fuck? Zo. Kijk, dit is ook zo van lucratief, hè? Dan denk je, oh, gezonde chips. 555 calorieën per 100 gram. Dus één zo'n zak is al 1500 calorieën. Oh, dat zit gewoon aan. Ik heb nog een idee. Ja? Slagroom. Het is serieus toch best wel moeilijk om calorieën te vinden als je ze nodig hebt. Het lijkt normaal altijd echt eraan te vliegen, maar oh, pindakaas. Dik worden er nooit zo moeilijk gevonden. Hoeveel calorieën zitten er in tapasta? Gadverdamme. Ja, ik denk dus dat ik echt makkelijk een pak vlokken wegkrijg, want God knows I've done it before. 1400 calorieën is 1 pak. Dat krijg je makkelijk weg, denk je? Nou, good luck. Ik dacht dat jij gezond ging doen trouwens. Maar pure chocola is super gezond. Oh. Heaven! Even misselijk. Terug in onze natuurlijke habitat. Ja. Kijk, dit is zet natuurlijk soda aan de dijk. Dus dit is 1600 calorieën. Eén zo'n ding? Ja. Jezus. Ja, deze aan mij? Ja. Gevarieerd dieet is de keuze tot succes. Max, gaat het niet? Hoe lang ga je nog door? Net zoals je zei. Oké, naar de kassa. Ik heb
Nog even, voor de mensen die altijd lekker ongegeneerd noten zitten te eten, omdat het zo gezond is, is het ook. Er zit super veel vitamine in. Dit kleine beetje cashewnoten, 960 calorieën. Wij gaan nu UFC kijken, vechtsport op tv. We hebben vriendjes over. Hallo vriendjes. Hallo. En deze jongeman heeft M&M's meegenomen. Dus ik doe even een zijstap in de gezonde producten. Want M&M's. Paul, heb je ook nog wat lekkers meegenomen? Ik ben het hoor. We zagen hem zusjes voor de tafel. Ja. En deze zijn van. 10 seconden later. Vreedzak. Ja. Dat is al de derde keer dat je dat zegt vandaag. Het is 11 uur. Zee, pizza! Vroeg beginnen, laat eindigen en doorpakken. Zal ik vroeg om 4 uur opstaan en dan een kapsalon halen? En dan de rest van de dag gewoon. Ja. Nog meer kapsalons. Nog kapsalons eten. Alles met kaas. Alles met kaas. Gewoon de hele dag door kapsalons eten. En wanneer je moe wordt van kapsalons pizza. En dan weer terug naar kapsalon als dessert. Ja. 2 salamis, 5 avocados en een glas olijfolie. En dan ben je er al in. Glas olijfolie, wie eet dat nou? Nee, dat drink je. Oh, punt. Oké, wat gaan we doen, Max? Ik ga het echt niet meer vol. Ik ga nu eerst even wat sporten. We hopen dat ik de motor een beetje aanzet en dat ik misschien zelf weer iets van honger krijg, hoewel ik daar weinig hoop heb. Bijvoorbeeld voor mijn eigen gevoel. Ja. Oké, ik doe met je mee. Ik ga ook wel even een rondje hardlopen. Okay. Klein rondje. Ik dacht, ik begin even met sit-ups. Nou, inmiddels een uurtje verder. Ja, ik heb even gesport. Ik heb een halve zak van die noten gegeten en zo'n Jimmy Joy weggeklapt. Maar gelukkig is het alweer tijd om te eten. Nog steeds tijd om te eten, bedoel ik. Oh ja. Nou, je hoorde het net al. Iedereen vindt de kapsalon een soort van ultieme calorieënklapper. Dus dat gaan wij doen. Maar wij eten natuurlijk vegetarisch. Dus wij staan voor de Vegan Junk Food Bar. Want daar hebben we zo kapsalons. Dan gaan we nu allemaal 3 keer achter elkaar. Kapsalon calorieënklapper, kapsalon calorieënklapper, kapsalon calorieënklapper, kapsalon calorieënklapper. Kapsalon kappelopen. Okay. Kappelappen, kappelappen, loep, klap. Yes, deze. Ja. Dit is toch een plaatje? Kijk, ik wel wat druk van. Ja? Max, zet het op. Ik deed me echt 4 minuten gekost. Ja. Ik ben halverwege en het is zo vol. Maar het is wel echt mega lekker. Zo lekker. Tada! Victory! We zijn inmiddels weer thuis. En ik denk dat er grove maatregelen moeten worden genomen. Oh. Gaat niet goed? Lekker! Is dit sexy tv? Dit is echt heel raar. Sorry dat jullie hier naar moesten kijken. Oké, we hebben nog een paar uur te gaan. Dus we moeten even een gameplan. Het is kort zou ook onderdeel van het gameplan. Nee, dan heb je verloren. Laten we even kijken wat er in de koelkast ligt nog. Oké. Welkom bij Slotervaart Crips! Heel veel chocola. Hoeveel zit er in een partienerspul? Ja, ook niet zoveel. Oh. Ik denk dat het echt kipnuggets met saus misschien het beste is. En dan in de olijfolie bakken. Ja, dat is het! Vegan kipnuggets met saus. Ja. Terwijl Max de kipnuggets maakt, neem ik een ander snackje. Namelijk guacamole van avocado's. Want heel veel vitamine en mineralen, maar ook superveel vet en calorieën. Met wat chippies. Lekker hoor. Oké. Ik heb nog 2 avocado's gemaakt tot papje. En tortilla chips ga ik erbij eten. En ik denk eigenlijk dat ik wel wat dingen ben vergeten te filmen. Omdat ik zo gefocust ben op eten, 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 eten. Eten, 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 eten. Ik heb net in mijn fitnessspel gekeken. En ik kom nu op 5000 calorieën uit. En ik ben er echt zo klaar mee. Ik moet wel zeggen, dit ging me echt veel makkelijker af dan de video waarin ik 5000 calorieën ging eten. En dat echt met ongezonde troep deed. Ik denk in ieder geval dat je daaruit kan halen dat als je de juiste dingen eet, dat het in ieder geval beter, dat je lichaam daar beter mee om kan gaan. Dat is niet wetenschappelijk. Dat is puur wat wij nu bedacht hebben, maar ik geloof daar wel in. Ja, precies. Ik ga het halen. Ik moet deze nog leeg en mijn laatste paar nootjes.
En dan zitten we op 7500. Vond je het moeilijk? Veel moeilijker dan ik dacht. Dus ik vind het heel grappig, de jongens waren vanmiddag ook. Maar ja, ik pak mijn mond vol, want ik heb haast, ik moet eten. De jongens waren vanmiddag ook, en dat zijn allemaal slimme sportmensen en zo. Ook die hebben geen idee hoeveel dit is. Ja, het is echt een struggle. En het slaat nergens op, dus doe dit niet. Maar ik denk dat er ooit nog wel een 10.000 calorieën challenge gaat komen. Dat ga ik dan echt onder professionele begeleiding doen, denk ik. Want... Ja, je wil doen als je het niet haalt. Ja, precies. Ik kan me een marathon herinneren. Ik hoop dat jullie hebben kunnen zien dat gezonde foods ook heel veel calorieën kunnen bevatten. En dat je dus ook gewoon kunt aankomen als je denkt gezond lekker nootjes en avocado naar binnen te proppen. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. En als je nog ideeën hebt voor nieuwe challenges of experimenten, laat het dan weten in de comments. Wij gaan op bed liggen, denk ik. Doei!